Nou, wij hebben onze maatregelen al getroffen. En ik mag tevreden zijn, alles loopt goed. We gaan opschalen naar het eind van het jaar toe. We gaan meer activiteiten ontplooien. Maar dit zijn dus wat we nu doen, zijn de standaard dingen dat we zullen doen. We hebben het oog op een paar misdadigers nog, dieven, die de samenleving onveilig maken. Ze zijn al in kaart gebracht. Het is een kwestie van tijd om deze mannen achter de tralies te brengen. En ik denk dat als we die mannen veilig opbergen, dat de gemeenschap een heel rustige jaarwisseling, kerst en jaarwisseling zal meemaken. Want men moet werken voor zijn geld en niet gaan stelen.